Het is echt aftellen voor jou, Tom. Je staat hier vandaag bij de Kikkerkliniek. En voor sommigen duurt het allemaal nog even. Maar jij gaat Ironman 70.3 West-Friesland doen. Dus het duurt niet zo lang meer en dan mag je. Klopt. Ja, nog 6-7 weken ongeveer. En dan is het zover en dan gaan we ervoor. Heb je er heel veel zin in of zijn het meer zenuwen die je er nu over voelt? Allebei. Ik heb er super veel zin in. Alleen de training is toch spannend. Ga je het halen of niet? Maar ja, mijn coach zegt van wel, dus dan moet het goed komen. Ja. En hoe nieuw ben jij binnen deze sport? Ben je het al helemaal gewend of is het echt even nieuwe koek? Compleet nieuw. Zwemmen ben ik even serieus mee begonnen. Ik kon alleen schoolslag en voor de rest niks. Dus daar ben ik volop in training mee. Fietsen deed ik wel vanuit mezelf. Dus dat is mijn beste discipline, denk ik. Hardlopen 10 kilometer max en daarna was het klaar. En eigenlijk ook nog nooit een wedstrijd of iets gedaan. Dus het is mijn eerste officiële wedstrijd. En nou ja, dan gelijk een triathlon. Dus dat was een beste uitdaging. En als het dan zo je eerste wedstrijd is, mag je er dan een doel aan ophangen of doe je dat gewoon helemaal niet en ga je het zien? Ik ben sportief, dus ik heb zeker een doel voor mezelf gesteld. Ik weet dat de 6 uur grens voor een amateur wel een hele magische grens is, dus dat is mijn doel. Ik ben alleen wel realistisch, ook met wisseltijd erbij, dat best wel lastig gaat worden. Maar mijn doel is onder de 6 uur te finishen, maar dat gaan we zien of dat lukt. Ja, mooi doel. Ik duim voor je voor goede omstandigheden dan ook. En hoe kom je er zo bij terecht om voor Kika te racen? Ik zag een kennis van mij uit IJsselstein die het vorig jaar gedaan heeft. Die zou het eigenlijk 2 jaar geleden doen, maar toen kon het helaas niet doorgaan. Dus die heeft hem vorig jaar gedaan. Dat leek me wel interessant. Vanuit de familie een geval ook van een neefje die bij Kika terechtgekomen is. Nou, die is super opgevangen en die is gelukkig genezen. Dus dat is een extra motivatie. Ja, en een triathlon was iets wat ik ooit wilde doen. En ik hoop dat ik dat nu waar mag gaan maken. Dus een bucketlist dingetje, zeg maar. En ja, en dat in combinatie met de advertising op Facebook en overal waar ik erbij zag komen, dacht ik, ja, dit is mijn doel. En zo op deze manier ga ik het ook echt een keer doen. Dus hier ga ik voor. Ah, mooi, en dan hoorde ik net al even voorbij komen dat je ook de topinzameler bent wat geld betreft. Dus ik geloof dat jouw neefje iets heel erg trots op jou kan zijn. Ja, die heeft wel iets losgemaakt misschien. Ja. Nee, ja, heel veel bedrijven, vrienden, kennissen, mensen uit IJsselstein en de omgeving, collecteacties gedaan. En op dit moment sta ik op nummer 1 en ga ik richting de 7000 euro. En ik verwacht nog wat bedragen binnen te krijgen. Dus ik hoop richting een heel mooi bedrag te gaan. Wie weet wel de 10.000 voor het gouden Kikathlon sponsor. Waardering, maar dat gaan we zien. Ja, en je moest maar 2000 euro, dus je hebt het ook heel erg dik gehaald. En wat is het geheim? Het geheim is heel veel mensen kennen, vragen, blijven vragen en brutale schoenen. En ik heb bijvoorbeeld met de collectebus op Koningsdag gewoon rondgelopen. Gewoon bij mensen die een biertje stonden te drinken, met de bus langs, praatje maken en dit ga ik doen. Ja, en voordat je het weet heb je weer 40, 50 euro binnen omdat iedereen een tientje doet. En iedere tafel is een tientje, dat gaat heel hard. Dus gewoon durven vragen en kom met originele ideeën en dat is het, ja. Wat slim. En dan kon je gewoon je Kika-pakje aan, want die had al de juiste kleur. Ja, dat klopt. Ja, dus nee. En ik ben heel blij dat we vandaag met zo'n kliniek weer wat hebben mogen leren. En het mooie pak hebben mogen krijgen. Dus was super gaaf. Mooi. Heel veel succes met de laatste voorbereidingen. Dank je wel.